Welkom, lieve kijkers. We gaan weer beginnen. Joost! Ja, doe eens rusten! Dit is natuurlijk de allereerste dag van alle uploads die we gaan doen voor Made by Your Great Again. Hallo jongens. Zet er nou mijn naam op? Nee, niet kapot maken. Nee! Het is ook echt een plus. Deze, ik vind deze zo cool. Gewoon out to go. Stuiterbal. Kom, deze. Ik kan hem met die. Vandaag de allereerste dag van vele dagen waarop we dus gaan uploaden. En de belangrijkste stap gaan we direct zetten met de jongens van Banjo Tau. Vorige keer toen we Banjo Tau reunie hadden met Jordi en hoe heet die andere ook alweer? Ja, hoe heette die? Volgens mij Patrick, toch? Ja, Patrick. Alleen vandaag gaan we dus met Yuri en Vincent er ook bij. Hebben we ook heel erg lang niet gezien, maar we gaan geen bijkletsdingetje doen. We moeten gaan knallen voor Make Banjo Great Again. Oh, ik ben echt zo brak als een garnaal. Opnames zijn ook altijd bij ons heel leuk. Ook de dag ervoor. Stijve tepels op dit moment. Oh! Dennis, kom op vadermelk uit. We moeten naar Houten toe op aanraden van Vincent. Naar een huis dat we niet kennen, op een plek die we niet kennen. Met Yuri, die we heel lang niet hebben gezien. Jordi en Rick zijn er ook. Trouwens, we zijn bezig. Dus Vincent, deze is voor jou. Kan alleen maar goed gaan. Wat is het eigenlijk? Een jawbreaker. Een jawbreaker XXL. Dit, ja. Dit hoor je op te likken. Nou, zal ik jou eens vertellen wat je op mag gaan likken, Teun? Alsjeblieft, ik ben er bezig, jongens! Alle homo's verzamelen. Logic. Wow! Voor Metabi. Ja. Wil je meedoen? Je kan een oproepje doen. Ik kan rappen, ik kan dansen, ik kan acteren, ik kan alles. Bel me of shout-out. ik geef mijn nummer aan deze door. Mert, als je dit ziet... Je weet zelf slaan. Hoppa. Oh god. Yo man! Hey, fijne bruiloft jongens! Dankjewel! De jongens van Banjo Tau zijn nergens hier te bekennen. Dit is best wel een dingetje en we zijn Dennis kwijt onderweg. Of de telefoon hapert of je roept onmogelijke dingen, maar wij weten niet eens waar het station precies is. We staan nu in het station en... Wat is dit? Waar ben je? Nou, waar zijn jullie? Ik loop er echt 10 minuten kwartier rondjes bij het station, maar ik kan niemand vinden. Maar langer zo. We staan al bij het huis. Jullie zijn naar het huis gegaan. Fucking ik wil deze video echt niet maken. Shit! Zijn we aan het opnemen? Ja. Ik vind wel, we hebben nog nooit dit als achtergrond gehad, zeg maar. Het is gelukt trouwens, jongens. Daar moeten we mee beginnen. Voor de meest commerciële kutprijs genomineerd. Dus dat is fijn. Hey, 5! Ik ben niet gegooid. Het enige ding is nu, we weten niet bij wie we zijn, waar we zijn, wat we kunnen doen. Dit is gewoon Banjo Tau. Anna Gio, een vriend van mij. Latoy! Trouwens, het mooiste vond jij was gisteren nog op de app. Ik stuurde naar jou, alle homo's verzamelen, morgen om 1 uur in Houten. Antwoordt hij naar mij, dus het is niet in Houten. Nee, misschien wil je van daar de auto pakken, ergens heen. Of wil je van vandaag gezamenlijk reizen. Zullen we die meenemen? Ja, zullen we die meenemen naar Giovanni gewoon? Bro, dat is fucking een kerstboom voor Giovanni. Ja, jij weet het jij toch? Jij kent Giovanni toch? Dit is Vincent. Nummer 7? 7, ja. Er staat Airborgie. Yo, Giovanni? Yes. Kan je naar beneden komen? Ik ga de deur open. Nee, kom maar naar beneden, kom maar naar beneden. Ja, kom aan. Ik moet even helpen, willen. Giovanni, deze is voor jou. Dank dat we je huis mogen doen. Ja, ja man, dankjewel. Alvast. Waar woon je hebben? Ja, gooi maar in de kliko of zo. Bardo, even daar neer. Even die boom daar. Wat een kek huisje. Ik zou het niet uitgevonden hebben. We gaan alle plannen doornemen. Hoe kunnen we winnen? Kunnen we überhaupt winnen? Wat krijgen de kijkertjes thuis als we gaan winnen? Wat krijgen ze dan? Eens. Heb je al eens voorgesteld, die is hier ook vandaag. Dat zou je verbazen. Maar aan de Aziatische Vincent. Kom erbij! Hoe is het? Ja, goed. Ja, wat wel zo is, als we winnen, vind ik dat wij met z'n allen dat podium op moeten. Wat ik voorstel, als wij niet het podium op mogen, om Jamal de prijs op te laten halen. Is dat het wordt sowieso gelivestreamd, we kunnen gewoon naar het podium op rennen. Dat is waar. Het is maar beperkt voor beveiliging, dus als we allemaal naar het podium op rennen, dan vaak komen we er wel doorheen. Misschien lukt het om de kerstboom alvast twee in de tuin te leggen? Is dit... Ja, dit is de tuin, ja. Dit is eigenlijk... Kan niet. We zetten hem voor de deur. Oh. Jongens, we gooien hem over de deur. Heb je een beet, ja? Nou ja, ik sta hier. Ja, goed zo. Doe maar. Dit is niet zijn huis. Nee, oh, dit is wel zijn huis, toch? Nee, joh. Ik zit helemaal...
Nou ja, weer eens wat anders toch? Zie je niet elke dag. Dat is een bekend shirt. We moeten natuurlijk nu wel echt even oorlog gaan voeren. Oh, granaat. Natuurlijk. Met een machete mes maar. Oorlog is belangrijk, Vincent. Yes. Even. De eerste stappen. Mijn voorstel is dus, want dit is een beetje magertjes, maar dat iedereen al zoiets meedraagt naar Piet. Ik denk, nu zijn we nog soldaten van deze oorlog, maar als we deze oorlog hebben gedaan, dan zijn we natuurlijk generalen. Zoals... Oh, ik heb nog van de avondvierdaagse. Nou, we moeten dus campagne gaan voeren in de aankomende weken. Want één ding voorop, we hebben per definitie verloren, maar ook een beetje gewonnen, want we zijn genomineerd. We kunnen kiezen om bij elke YouTuber een kerstboom door de tuin te flikkeren. Sorry, Gio. We hebben sowieso allies nodig. Als ik zie hoe de andere genomineerden het aanpakken, die hebben allemaal bondgenoten. We hebben bondgenoten nodig, want we zijn al zwak. Even voor de duidelijkheid. Wij zijn genomineerd voor comedy. Tegen Dylan, Kelvin, Jesse en Jeremy Frieser. Twee YouTubers met meer dan 1 miljoen abonnees. We zijn voor serie genomineerd tegen StukTV. Meer dan 2 miljoen abonnees. En Linktijger. En Bonkoller. Ik zeg Bonkoller, maar... Echt, denk je dat zij gaat winnen? wat zou een grote leider doen die geen tegenspraak duldt? Jesse. Zijn pik laten zien. Censuur. Ik had dit al een beetje aanzien komen. We beginnen hier een gesprek en het wordt... Wat doen jullie daar? Zit je pols door te schrijven? Ik heb namelijk voor iedereen een eigen zegeltje mee. O jee. Ook dat we gaan loodjes. Ja, bingo. Je eigen enveloppie. Een goede focus. Kunnen we gebruiken wanneer we nodig hebben. Dit is niet hoe je met een nakkie omgaat. Dit ontspoorde zo snel, zo hard. Ik heb één ding meegenomen. Een hele belangrijke. Kunnen we YouTube afspelen op de tv? Ja, dat kan. Oké, okay, niet nodig nu, dus dat is fijn. Kijk mee. Play that spannend. Hier zit moeite in. Neem nog even een nakkie, jongens. Ja, jongens, sorry, maar ja, ik heb een bandana om. Dat is populair tegenwoordig. Ik moet even af. Ik zit hier opgesloten in deze bunker door eigenlijk gewoon Bassie. Die verdomme Bassie, door hem moest ik weg bij Banyota. Van al die YouTubers. Van YouTubers die StukTV-series in Fortnite maken. Banyota moet daarvan winnen. En dat kunnen wij. Dat kunnen wij. Jullie moeten de eer herstellen. Banyota, iconisch kanaal. Bardo, fantastische upload. Heel veel de afgelopen tijd. Ja. Vet. Dat doe ik nog wel even. Jullie zien me ooit wel weer eens. Jordi. Raar. Nice. Wat een held. Ik heb even een momentje nodig voor mezelf, jongen. Sorry, 5 minuutjes. Ja, dus... Ik was eigenlijk op zoek naar een kaart, ik kon het vinden. Dus we doen het zo. Dit is de verkeerde kaart. We moeten deze hebben. Oh, kijk. Oh. We hebben een wereldkaart. YouTube NL. Het comedy land, het gaming gebied. Nooit van gehoord. Dit gebied is van alle vloggers, deze boeien ons niet. StukTV, de muziekeilanden. Een beroemd uitstapje waar veel YouTubers heen gaan. Dit gebied, dit is de politie van de wereld natuurlijk. Dat is de kip. Wij zitten nu inmiddels hier. In een piepklein landje uit het comedy gebied zijn we bijna weggedreven, jongens. Grote leider hier is inmiddels wel Dylan geworden. En hij vecht hier eigenlijk alleen nog maar voor de Comedy Award tegen Kelvin. We hebben nog Mert, we hebben Jesse Hoefnagels met een klein land. En hier nog allemaal andere kleine comedy kanalen die erbij horen. Belangrijk saillant detail hieraan is natuurlijk dat onze vriend Thomas hier al niet meer bij staat. Thomas is al van de kaart gedreven, hè? We moeten dit hele gebied gaan veroveren van Dylan en Kelvin in de Comedy Award. We moeten via het water. Meneer Frieser, hij is de beste vlogger van Nederland. Jeremy Frieser, jij verdient het, de Vlog Award. Help ons terug. Maar misschien kan hij dan inderdaad ons gunnen in comedy. Kelvin gaat vol voor de beste man. Nou, doe maar niet mee, je doet je best maar. Kelvin, we willen jou helpen in beste man als jij ons helpt met comedy. Ik denk oprecht dat je Jesse heel erg onderschat. Mij maakt hij best wel veel reclame voor die vierde award. Hij is dus nu all out aan het gaan. Heeft Jesse nog leerplicht? Dat leert je dan te naar. Ik heb contact gehad met Jesse Hoefnagels en hij wou eerst niet campagne voeren vanwege één iemand en dat is Dylan. Vorig jaar heeft Jesse all-out campagne gevoerd en hij heeft gewoon verloren van Dylan. Dylan heeft hem nu 3 keer op rij gewonnen, hij lijkt onverslaanbaar en niemand kan door dat schild van hem heen komen. 1 tweetje, 1 Insta-post en we zijn weg. Hoe gaan we dat doen? Tesla, gooi er een steen in. Ja, Tesla vol tank met benzine. Als je tegenstander te groot is, maak je hem van binnenuit kapot. Oh. Wie zou de Limburg missen, hè? Maar denk je dat als jij Teun vraagt van wil je overlopen, dat hij dat voor je zou doen? Zelf de beste vriend van Dylan. Dus. Kan proberen.
50-50, we kunnen er bellen. We hebben Rick ook nog. Rick is de topper. Die is... Ik doe het niet meer. Voor de Catrice-serie moeten we oppassen voor het slinkse ruim. Link hier zo is oorlog aan het voeren tegen Stuk TV. En alles wat Link doet gaat hier overheen. En wie zit hieronder? Dat zijn wij. Twee giganten. Onze grote tegenstander, Linkse Reiger. Ja. Wat dacht je ervan? Om een illegale rave party in de tuin van Giel te doen. Dus met de comedy worden we bijna in het water gedreven. En met de serie award worden we bijna verdrukt tussen Link en Stuk TV. Het is in principe zijn we redelijk erg fucked. Want ik weet dus, Lekker Spelen, die zijn overgelopen naar Link Tijger, hè? In de categorie waar jij genomineerd bent, Rick. Beste Twitcher. Beste Twitcher! We zijn telkens bezig met mensen omlullen met onze charme. Maar als er één iemand is die je echt zou kunnen betalen om bij ons te zijn, is het een acteur. Barry Atsma. Ik zat te denken aan Richard. Oh, van Lekker Spelen. Oh, Richard. Met Richard. Oh, die geldt en hij zegt dingen. Als er één iemand is die voor Lekker Spelen praat, is het Richard. Dat is een eigen mascotte. Dan is het pact tussen Lekker Spelen en Link Tijger kapot. Wat trouwens kut is, moeten we even melden. Want Lekker Spelen, jullie zijn awesome. Jullie maken de verkeerde keuze, maakt niet uit. En mijn opa ook vroeger, dus... Ik zat bijvoorbeeld te denken, we kunnen het nieuws omkomen. Alexa, play King Alert Team Song. Zou die dan alles je eraan mee willen doen? Koop. En toch geld? Dat is wel een goede vraag. Blijf ons gewoon ondersteunen met video's en muziek. Wij retweet het wel als we voorbij zien komen, toch? En misschien wil jij dan wel gasrollen op Banjo Movies. Of een van die te gekke Pokémon postkaarten. Of een Banjo Town poster. Wat? Jullie spammen al eindeloos hashtag make Banjo great again overal. Ik moet zeggen wat ik dus de laatste tijd zie. Mensen zijn dat aan het blokkeren, hè? Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, klopt. Dus maak expres een schrijffout erin. Makebankgreatagain.nl. Iedereen weet wat je bedoelt. Makebanjogrotagain.nl. Makebanjostraightagain. En je kan het ook in je bio zetten. Wie van jullie heeft al eens een bio gezet? 1, 2. Ik heb het ook. Ik weet, Thomas heeft het ook al, hè? Ik kan wel zeggen, ik had een video gezien van een kijker die een half uur lang iedere 30 seconden heeft gestemd. Zeg dat je het moet doen, maar je zou het kunnen doen. Staan er niet achter, maar het gebeurt. Misschien denk je bij jezelf, wat gaat mij dat opleveren dan? Nou, als jij flyers verspreidt, stickers verspreidt, tweetjes verspreidt, maak je sowieso kans op een paar hele vette prijzen. Okay! Ik heb thuis nog echt 10 laatste Banjo Town posters liggen. En de hoofdprijs, dat ga je niet geloven, maar dat is een gasrol op Banjo Movies. Als wij winnen, ga ik... Een dag zonder rolstoel. Juri. Ik zeg mijn baan op. Zeg jij je baan op als... Als ze winnen, dan gaat Rick. Nee, okay. Ik ga een feet tattoo zetten. Waar kunnen we je overhalen dat het een Banjo Town tattoo wordt? Dus het is liever een Banjo Town. Maar dat is dan wel alleen als of Banjo Town wint, of ik zelf win de beste Twitch. Als jij beste comedy wint, kan je me aarslikken. Dag zonder rolstoel, baan opzeggen, Banjo Town tattoo. Ik ga een trip maken naar Engeland om diverse pretparken te bezoeken. Is dat niet cool? Wat? Ga ik lekker uit eten? Yeah. Jordi als laatste. Ik ga terug de kast in en als we winnen, gaan we Tekken terugbrengen. Oh! Ik ga niet. Maar jij kan zelf. Ik doe mee. Ja, ik gooi hem gewoon even op, dus ik vind het goed. Ja, en jij dan? Ik had dus een speciaal ding, let op. Dus stel Kelvin zou winnen, dan ga ik mijn haren verven. Okay. Maakt niet uit. Blondeer het, blauw is het geworden. Als Dylan gaat winnen, ga ik een moederkoek eten. Wat? Ja, als Jeremy wint, ga ik de hele zomer een fanny pack dragen. En als Jesse wint, doe ik 24 uur lang hetzelfde klotennummer. Als ik win, doe ik ze allemaal. Wow. Stem vooral. En dan krijg je zo fucking veel content voor terug. Wij gaan naar de Feed Awards met z'n allen. En anders gaat Jamal als eentje. Succes. We hebben sowieso muziek nodig. Ja. En dan eigenlijk een fanfare heel kort. Is dat ook te denken aan zo'n Franse vlag? Van de revolutie van Make By Your Great Again. En iedereen een rood Make By Your Great Again petje natuurlijk. Ja, die moeten we hebben. Dat sowieso. Zijn ze al te koop? Ze zijn te koop op makebyyourgreatagain.nl. Ik stel voor... om met z'n allen nog één groot finale offensief te doen volgende week op 7 maart. We komen met z'n allen samen voor de vetste, dikste Make Banjo Great Again live show op Banjo Movies en op Serpent Gameplay Twitch. Je bent ook genomineerd en je gaat verdomme winnen, Rick. Daar gaan we alle prijswinnaars bekendmaken die een stickertje op een flyer hebben geplakt van Make Banjo Great Again. Je mag ook een video maken, dan maak je ook kans op een prijs of een gasrol bij ons. Wat zeggen jullie van 7 maart? Doen. Ja, I'm in. Ons lot ligt volledig in jullie handen. Check vooral stem.feed.nl en zorg ervoor dat wij echt als generalen over de rode loper kunnen. Blauwe loper. Volgens mij is dat stem.feed.nl of makebanjogreatagain.nl. Oh, ja. Wat ik eens vragen, had ik jij in je binnenzak? Ja. Heb je gewoon nu een kind beroofd? Nou, ook. Wel, Rick is het best gekleed. Hij is gewoon de oldschool Rickert, hè? Dat is... Ja, maar ik had geen kleding. Gaan ze wel stemmen? Ja, heb ik al gedaan. Op Slinkse Reiger of op ons? Ze hebben geen idee, die kinderen, hè? Stop de Slinkse Reiger! Makebanjogreatagain.nl. Helemaal top. Oké, doei. Hey. Ja. We gaan winnen. It's a wrap! Hey!
Ga eten! Download flyers, posters, stickers. Wees geen flikker, plak een sticker.